anders een voetballerij, maar hij kan terug naar Real Madrid. Die wil hem terug hebben. Hè? Ja, als tweede spits wil Mourinho hem erbij hebben, meteen na de winterstop. En zijn contract bij HSV loopt af, maar HSV heeft hem gekocht. En die willen dus natuurlijk geldbeuren nu. Ja. En Ruud ziet die laatste kans om in Real Madrid terug te keren nu een beetje in gevaar komen. En die heeft woedend dus het spelershotel verlaten, schreeuwend maar dat hij dus geen wedstrijd meer speelt voor HSV als ze hem niet laten gaan. Maar dat is dus waarschijnlijk de oplossing voor Higuaín, die natuurlijk klopt, een tijdje geblesseerd is. Klopt. En daarom kan hij terug. Daarom kan hij meteen terugkomen en is hij meteen inzetbaar. En Mourinho heeft een grenzeloos vertrouwen in Ruud. En die heeft dat Ruud ook laten weten. En ja, ja, dan gaat het toch weer kriebelen. Want HSV is ook niet het succes geworden voor Ruud. Wat iedereen een beetje gehoopt had en verwacht had misschien nee. wel. En nu zit namelijk wel een risico met hem. Ja. Door hem geblesseerd naartoe ja. te halen natuurlijk. Ja. En hem toch een redelijk contract te geven. Ja, als puntje bepaald komt, dan kiezen ze alleen maar voor zichzelf. Spelers die denken alleen aan zichzelf. Zij willen de lusten en iemand anders is voor de lasten. Ja. Ja, bij HSV hebben ze aangegeven, blijkbaar dat ze hem niet willen nou, die hebben tegengespeurd dat waarschijnlijk. Want Ruud heeft dus het spelershotel verlaten, dus die is boos. Ja. Nou, wel een verhaal zeg je. Ja, Andries, hè? Die voetbalwereld. Ja, dat is, ja, ik hou van het spelletje. Word ik naar voetbal, Wilfried? Ja, laten we even, nog even Ruud van Nistelrooy zien. Nee, laat hem maar even zien, ja. 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 Die scoorde met, tegen Jeroen Verhoeven in de wedstrijd tegen Ajax. Drie keer, toch? Ja, drie keer. Ja. Maar verbaas je dit soort dingen? Of zeg je van nou... De nee, dat, is de ding, dat zijn de dingen... Nee, even los van Ruud van Nistelrooy. Dat zijn de dingen... Ik hou van het spelletje. Oh, zo begon ik. Ik hou van het spelletje. Vind ik erg leuk, voetbal. Maar al die randverschijnselen eromheen. Met name ook het feit dat met name voetballers... Of voetballers vooral lusten willen. En weinig lasten, dat staat me soms ontzettend tegen. Ja. Ja, daar heb ik af en toe met moeite. Ja. Nee, lach je nou van de geip? Niet om jou, nee. Oh. Ik lach om het feit dat je zo'n gozer geblesseerd haalt. Je bouwt hem op en op een gegeven moment zegt zo'n gozer... ik wil terug naar Madrid. En dan hoopt hij dat die club zegt, ja, natuurlijk, joh. Ja. Breng je wel tuurlijk, even. Tuurlijk, ja. Even, hoe laat gaat de vlucht? Ja. Hoe laat gaat de vlucht? Nee, maar het is te dol voor woorden natuurlijk. Ja. Ja. Hè? Ja. Maar drie weken geleden las ik al dat hij in verband werd gebracht met een van de Arabische landen. Om nog even zijn zakken te vullen. Ja. Qatar, Dubai, een van die ja, van maar die landen. Dat zou dan aan het eind van dit seizoen pas zijn geweest omdat zijn contract dan af zou lopen. Ja, maar Ruud is al helemaal gevuld. Hè. Die heeft heel veel geld verdiend. Ja. Staat jou dat niet tegen? Af en toe. Alles wat er nou, in die hele... Johan, dat randverschijnsel. Ja, dat randverschijnsel staat me wel tegen. En dat hier in Nederland verdedigende middenvelders van modale clubs meer verdienen dan onze minister-president, dat vind ik lachwekkend. En dat vind ik ook sociaal niet kunnen. Maar dit soort extreme talenten, dat is de marktwerking. Dan, kijk, als jij een grote artiest in jouw show haalt, betaal je ook een waanzinnig bedrag. En dat heb je met dit soort grote voetballers ook. Maar die voetballers... Die hebben dus eigenlijk de hele voetballerij uitgehold. Want al het geld wat er binnenkomt, dat gaat niet naar de treinknecht... omdat de mensen op het kantoor, gaat allemaal naar die voetballers. En het is nooit genoeg. En nu zie je hem niet meer. Ruud is helemaal gevuld. Die heeft een kans gekregen bij een club. Die heeft alle risico's van de wereld genomen om hem binnen te halen. En nu stank voor dank, want hij kan weer even een pot geld daarop halen. Maar los van Ruud van Nistelrooy, ik las dat FIFA-rapport over die clubs die met die grote schulden zitten... 1,2 miljard op een omzet van 12 miljard. En dan zie je dat er een aantal clubs is... wat alleen al aan spelersalarissen meer dan 100% betaalt van de balans. Ja. En dat mag volgens de regelgeving eigenlijk helemaal niet. Dat mag dus niet, natuurlijk. Nee, maar ze doen het gewoon allemaal en worden eigenlijk niet bestraft daarvoor. Dat is het idiote eraan. Ja. Maar wil de FIFA nu wat aan gaan doen. Kijk, in Nederland heb je een systeem... als je in de rode cijfers belandt, dan grijpt de KNVB in. Maar in andere landen mag je tot je strot in de rode cijfers... en niemand grijpt erin. En dat is ook oneerlijke concurrentie. En dus krijg je concurrentievervalsing? Want die gaan gewoon dus inderdaad spelers kopen hier in Nederland. Nu gaat Castaños weer weg, een willekeurige voetballer uit Rotterdam. Die gaat dan weer weg naar Milaan, overigens voor een laag bedrag. Maar dat zijn misschien wel clubs die diep in de schulden zitten. Die kopen zijn jongen weer op. En dan zitten ze in Rotterdam weer met het geld voor iedereen. Het is helemaal scheef, Andries. Het is een scheve wereld. Iedere lullige Engelse club krijgt meer tv-geld dan alle Nederlandse clubs bij elkaar. Ja. Hoe kan Nederland nou met Engeland concurreren in de salarissfeer? Brengt ons bij Ajax, wat trouwens de salaris enorm precies, een heel goed bruggetje. Ja. Ja, en dan brengt ons ook gelijk bij Martin Jol uit. Die reikte dus het Sport 1 magazine uit. Eerder daarvan gaf je een interview aan Sieter Vos. En sprak je ook over Ajax en over zijn vertrek daar. Ik heb al vaker gezegd, en die zou ik maar herhalen... als je geen nek hebt, kun je niet uit het raam kijken. En als je geen oren hebt, kun je geen bril dragen. Dat heb ik ook al een paar keer gezegd. Nou, wij hadden niet de middelen. En als je dan toch nog ziet dat we de club eigenlijk weer
op een manier op het paard geholpen hebben dat ze weer verder kunnen door die Champions League vooral. En dat we toch achteraf ook, ondanks dat het de sterkste clubs van Europa waren, dat we toch nog een goed aantal punten gehaald hebben, dat we ook nog in Europa zitten. Ja, ik denk niet dat ik het beter had kunnen doen. Alleen de stemming was gemaakt, de trend was gezet. Ja, en dan moet je eigenlijk niet alleen voor jezelf, maar ook voor de situatie kiezen, voor de club kiezen. En dat heb ik gedaan en ik denk dat, dat iedereen er heel goed vanaf gekomen is. Want ik denk dat zeker Johan Cruijff wat andere mensen op de call had. En die zijn er toch goed vanaf gekomen en ik denk ook terecht. Want het is eigenlijk allemaal de grootste onzin om iedere keer maar weer die club te beschadigen. Want dat gebeurt. En als je dan ziet wat er dan verandert, nou, je zult zien... men kan niet zoveel veranderen. Ajax is gewoon de grootste club van Nederland. Ze zingen zelf ook de mooiste club. En ik hoop voor hun dat het zo zal blijven. En ik denk dat als ze de middelen die ze hebben goed gebruiken, dat Ajax gewoon in 10 jaar 8 keer kampioen moet worden. En dat iedereen weer blij en tevreden is. Ten slotte, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Ik mag niet klaar. Ik kan wel weer zeggen... Ik kan wel zeggen, iedereen moet een stapje terug doen. Maar eigenlijk is dat ook de grootste kolder. Want we hebben het goed en we zijn gezond. Kwam het er vol overtuiging uit? Of? Nee, want geen woord over zijn waanzinnige aankoopbeleid. En geen woord over het feit dat hij het bewuste rapport van Jurie Coronel volledig genegeerd heeft. En zijn eigen beleid veel belangrijker vond. Dan het Ajax-beleid. Dus hij kan wel weer zijn gelijk gaan halen, maar het is niet waar. Het is aantoonbaar. Hij heeft de Champions League gehaald. Financieel hartstikke belangrijk. Ja, precies. Dat, hartstikke belangrijk. Ja, dat is maar voor de rest heeft hij een redelijke puinhoop achtergelaten. En het was niet langer te hanteren zo. Maar hij zegt zelf, als je geen nek hebt, kun je niet aan het raam kijken. Nee, maar ja, dat soort cretologie, daar kan ik niks mee. Hij is wel netjes. Ja, hij is heel keurig. Hij is heel keurig. Ja. Ja. Wat is er? Nee, ja, weet ik. Het slaat dit allemaal. Als je geen oren hebt, kun je geen bril dragen. Nee. Ja. 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 En als je de middelen niet helpt, dan probeert hij me aan te geven. Moet je roeien met de riem. Nou ja, daar hou ik wel op. Maar dan moet je inderdaad moet je zorgen wat je ervan kan maken. Dat hij heeft er alles uitgehaald, zegt hij zelf. Dat probeert hij uiteindelijk te maken. Ja, maar ik begrijp nog nooit. Kijk, Martin is een aardige gozer. Alleen hij heeft die act, weet je wel, van die Amerikaanse B-film act, zo'n gangsterbaas, dat speelt hij graag. Tony Soprano bedoel je? Ja, en dan denk ik, waarom nou? Het is een leuke man, maar geef nou ook eens toe. Stel je eens kwetsbaar op. Ja, ik heb ook voor een fortuin aan spelers binnengehaald die er helemaal geen pepernoot van kunnen. Ja. Dus er is wel ook reden tot dus kritiek. Henk Kessler heeft misschien wel een klein beetje gelijk. En hij zegt dus dit over Henk Kessler. Die heeft gezegd dat hij totaal ongeschikt is voor het trainersvak. Als je het over stijl hebt, ja, dat sommige mensen geen stijl hebben. En dat is stijlloos. Maar wat moet ik over zeggen? Ik heb vaak ook niet eens de behoefte om er wat over te zeggen. Ik begrijp ook niet dat mensen die zo lang in dienst zijn van de KNVB... ja, op zoiets willen terugkomen of iemand willen beschadigen over zijn beroep. En ik loop toch al heel wat jaartjes mee. En ja, het is stijlloos, maar ja, waar het vandaan komt, het is net zoiets als dat een trainer weggaat bij een club en een andere komt. Ja, dan is het een code in het voetbal. Dan probeer je het werk voor te zetten en het beter te doen. En daar blijft het bij. En dat is zeker in Engeland het geval. In Duitsland gebeurt het wel eens, maar dan worden de mensen terechtgewezen. In Nederland schijnt het anders te zijn. Of het is onervarenheid, dat kan ook. Ja, want het geeft geen pas dat de volgende generatie aanmerkingen gaat maken over notabene over je kleding op een training. Nou ja, goed. Kijk, hoor, kleding. Kijk, stijl zit natuurlijk niet alleen van buiten, zit ook van binnen. En ik kan me herinneren dat er bij Ajax ook wel eens... in het verleden dingen gebeurd zijn, kort gedingen tegen de club. Of trainers die huilend in de keuken zaten, die behoorlijk bekritiseerd werden. En dat geeft ook natuurlijk geen pas en dat is ook stijlloos. Maar ik denk dat iedereen daarvan leert. Ik denk dat mensen die zoiets doen en die dan dat terugzien... dat ze ook een volgende keer wel 2 keer na zullen denken om dat te doen. Maar ja, dingen worden gezegd en waarom ze dat bij mij doen is mijn raadsel, eerlijk gezegd. Misschien... omdat ik soms toch wel dingen scherp zie. Hè? Zoals vorig jaar met de KNVB of met het competitieschema. Of met de scheidsrechters die dan van buitenaf aangesteld worden... in plaats van door de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. En misschien dat blijft hangen, maar... ja, ik weet
Eigenlijk niet. En ik denk ook niet dat ik me suf moet praktiseren over de heer Kessler. Ik denk, de man ziet er goed uit, ziet er netjes uit. Maar er zijn wel wat vaker dingen gebeurd in de carrière van de heer Kessler. Dat men dacht van, moet dit nou? En, ja, het is toch een bepaalde straatvechtersmentaliteit die niet de mijne is. Hij is zelf geen straatvechter, zegt hij. Ik herinner me nog dat bij Feyenoord er sprake was dat hij zou komen. Mm-hmm. Maar dat Van de Heerik uit mijn hoofd toen zei dat zijn postuur en zijn kleding niet helemaal paste bij de club. Hij was te dik. Dat wil ik niet zeggen. Maar dus toen hebben we de kans laten lopen om Jol vanwege zijn postuur en zijn kleding en de stijl van buiten. Ja. Maar ik vind dat hij dit wel netjes zegt, hoor. Toch? Ja, ja. Dit is netjes, Johan. Geen niet terugslaan, niet terugvechten. Jij gaat mij toch niet vertellen wat ik netjes moet vinden? Ja, sinds die beruchte uitzending. Ja, natuurlijk, hij mag ook zijn mening hebben, maar ik voel helemaal geen enkele zelfkritiek. Nee. Hij heeft alles goed gedaan. En is er wel zelfkritiek in het voetbal? Heel weinig, maar ik vind het nou zo prettig als je mensen hebt die zich wel eens kwetsbaar opstellen en zeggen, ja, achteraf gezien heb ik dit niet zo handig aangepakt. Is er een wereld waarin je je kwetsbaar kunt opstellen of word je dan afgemaakt? Nee, maar ik vind, dit soort mensen zijn financieel onafhankelijk. Ja. Niemand kan die mensen afmaken, joh. Die kunnen doen en laten wat ze willen. Maar die kunnen het ook permitteren om zich kwetsbaar op te stellen. Ja. Maar het is zo'n macho-wereldje en een wereldje vol ego's. Daar kennen ze het vak kwetsbaar opstellen. Ja. Of de houding of de mentaliteit van kwetsbaar opstellen kennen ze er nauwelijks. Nee. Schat ik in. Een zwak moment, daar wordt genadeloos op gereageerd. Ja, maar niet door ons aan deze tafel, dus dat scheelt wel weer. Nee, daar zijn we totaal anders in. Sport 1 heeft natuurlijk weer een heleboel wedstrijden dit weekend. Daar kunnen we ook afstand en maandag weer over gaan praten. Dat ziet er als volgt uit. Op dit moment is de wedstrijd tussen Leverkusen en Dortmund bezig. Morgen kunt u kijken naar Wolfsburg tegen Bayern. Met misschien nog een aantal minuten voor Arjen Robben. Dat zou prachtig zijn. Schalke 04 tegen HSV. En Inter tegen Bologna. En op zondag Liverpool tegen Everton. Mooie stadsderby natuurlijk altijd. Tottenham tegen Manchester United. Van der Sar zou fit kunnen zijn. Kan spelen dan tegen Van der Vaart. Almeria tegen Real Madrid en Barcelona tegen Malaga. Is dit ook competitie, Wilfred? Ja, HSV. Ja. Dat is een lekker moment om het hotel uit te lopen dan voor Van Nistelrooy. Ja, avondje van tevoren. Uitwedstrijdje Schalke. Ja, gewoon wegwezen. Ja. Onderweg naar Madrid. Gebeurt allemaal. Over Madrid gesproken, Mourinho, en dat zei Wesley Sneijder, is misschien wel de beste coach die er is. First of all, it was a pleasure to work with José Mourinho. And I want to tell him this on stage. It was a pleasure to work with him. And I hope he is for me the best coach in the world. Thank you. Thank you. Kwetsbaar moment, Andries. Zag je het? Dit is een mooi moment. Ja. En we hebben Wesley ook afgelopen woensdag uitgeroepen tot moraalridder van de week. Dus die jongen, dat gaat geweldig met hem op het moment. Ja. Hier kwetsbaar. Daar zal hij best wakker van liggen, Andries. Ja. 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 Wacht maar tot we jou tot moraalridder gaan uitroepen. Maar hij kan ook zo vervelend zijn. Van de week ook in die wedstrijd tegen Villarreal. KK scoort. Heb je het gezien, René? Dat hij dan voor die dugout. Hij zei dat zijn zoon daar zat. Hè. Die zit altijd achter de dugout van de tegenstander. Hij zou hier naar zijn zoon zijn gegaan. En dat vonden die spelers niet zo leuk. Kijk, die Kani. Die mikt hem gewoon een bidon naar zijn hoofd. Ja, hij heeft wel iets irritants, maar ook wel iets vermakelijks. Ja. En alle spelers zijn lovend over hem. Hè? Dat vind ik wel heel belangrijk. Maar ik moet zeggen dat ik dit wel zonde vind. Dat moet je niet doen. Dit slaat nergens. Nee, ik hou ook niet van dorsidioten voor de duckout. Nee. Nou, provoceren. Kani zou daarvoor bestraft worden. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. En op de weg terug ging het niet helemaal goed met Mourinho. Dus dat vonden ze daar misschien wel heel erg leuk bij op die bank van Villarreal. Dit is een beetje het moment dat je denkt, is het nou Blatter of niet? Heb je het gezien of niet? Kijk, daar gaat hij. Nou, andere wedstrijd. Wat hebben wij een ontzettend bedenkelijk niveau dat we hier week in week uit schaterlachen lachen om iemand die uitglijdt. Ja. Wil ik hier langer van deel uitmaken? Ik vraag het af. Ja. 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 Dat moet je ook eens doen, joh, in je programma. Want mensen die uitglijden, dat werkt als een tierenlier. Ja. Ja. Nee, en daar is het ook te zenden voor. Want straks krijgen we weer dames die uit de broek gaan met de billen bloot. En of mensen rijden heel hard tegen een boom aan. Of we hebben ook een programma over voetbalfans. Bijvoorbeeld Adolfans over Schelden. Die kunt u aanstaande maandag zien in een nieuw programma. Ja, ik vloek liever niet, want ik heb ook familieleden die zijn eraan gestorven. Dus als ze dat gaan zingen, dan zing ik het echt niet mee, want het slaat helemaal nergens op. Kijk, andere geluiden mag je best zingen als Joden en zo. Dat maakt mij niet uit. Maar het woordje kamertje gewoon niet zingen, er zijn mensen aan gestorven. Ook bepaalde spelers of bestuur die eraan... Maar het is niet echt een... voor ons is het gewoon een Haags woordje. Als je al iets laat vallen of er gaat iets mis, dan zeg je dat woordje eigenlijk al.